En de schrijver Henk Doelwijd heeft gisteren in Theater Uniek zijn nieuw boek Scoro gepresenteerd. Hiermee heeft de Stichting Pro Humaniteit, het Tori Collectief en directie van NASKIP de vierde fase van de leescampagne 2018 ingeluid. De directeur van NASKIP, Glenn Nassie, heeft de drukkosten van het boek op zich genomen. Volgens Hilly Libretto, directeur van de Stichting Pro Humaniteit, is dit boek bedoeld om de prestatiemotivatie in het onderwijs aan te wakkeren. Doelwijd zei tijdens de presentatie van het boek dat dit project niet mogelijk was zonder NASKIP. Hij benadrukte dat Surinaamse schrijvers onvoldoende steun krijgen van boekhandels. Vroeger, als je boek drukte en je ging naar Buitenweg of naar Leo Victor, Dobro heeft het meegemaakt, Mulgro heeft het meegemaakt en al die andere schrijvers. Aan mijn borg, je teaser van boek, dan ga je aflossen. Gewoon uit puur vertrouwen. Ja dan. Bali, ja, Bali, 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 Bali. Ja, dus dan doen ze dat voor je. De radio, de televisie, die hebben cultuurschrijvers en altijd ondersteund. De media hier en de drukkerijen zijn de enige die schrijvers ondersteunen hier. En tot de dag van vandaag. Geen enkel boekhandel. Wie belangstelling heeft voor dit boek, kan terecht bij bibliotheken. Ook pedagogische instellingen krijgen het gedoneerd. Doelwijd vindt verder dat er weinig wordt gelezen in Suriname. Dus. Zo ziet het, hè? Je boek koopt u niet. Je koopt 10 posters, die zijn buiten. En je bezorgt ze naar een school van uw keuze. Een school die het goed doet, waar u uw eerste schooljaar heeft meegemaakt. Kan je aan zo'n boek komen. Maar het is een heel klein aantal exemplaren. En als u toch nog meer hier vanavond niet aan één kan komen, mag je die bestelling plaatsen en het wordt tot aan huis beleefd. Tot aan huis geleverd met 10% leveringskosten. Schrijver Henk Doelwijd gisteren in Theater Uniek, waar hij zijn nieuw boek Scoro heeft gepresenteerd.